stressvol beroep is dat trainer zijn. Net zoals advocaat zijn, Robert Spijdel, ook een stressvol beroep. En nog stressvoller is als je wilt scheiden. En als je dat van plan bent, brengt een hoop gesodemieten met zich mee. Maar er komt nog veel meer gesodemieten bij kijken, want dan gaat het veranderen, hè? Je kunt niet zomaar scheiden. Ja, zomaar scheiden zou nog wel kunnen. Maar als je dan vervolgens het uit laat draaien op een verscheiding, dan krijg je de overheid op je dak. Ja, de ideeën vandaag van een kamerbrede meerderheid. Wat het uiteindelijk vandaag geworden is, dat heb ik niet meer kunnen volgen. Maar in ieder geval was de gedachte van als mensen over bepaalde dingen geen regeling onderling kunnen treffen. Dus mannen en vrouwen kunnen bijvoorbeeld geen regeling treffen over omgang met de kinderen. Ja, dan moet je maar naar de mediator en een bemiddelaar. En dan moet je daar 3 keer zitten en daarna mag je weer verder vechten. Ik kan me voorstellen dat de advocatuur daar niet zo blij mee is. Want normaal gesproken in zo'n vechtscheiding komt de advocaat om de deur kijken. Die denkt, ja, verdienen. En nu moeten ze eerst 3 keer naar de mediator. Ja, nou wil het toeval dat veel advocaten ook mediator zijn. Dus in die zin kan het zijn dat het nog niet helemaal zo verkeerd is voor de advocatuur. Ik kan me wel voorstellen dat je als mediator later niet de echtscheiding kunt gaan doen. Dus, maar goed, dan met een goede uitwisseling tussen kantoren is daar wellicht een en ander denkbaar. Maar wat vind jij ervan, dat het zo geregeld zou gaan worden? Ja, ik kan me niet voorstellen dat het iets oplost. Want ik kan me voorstellen bijvoorbeeld dat je denkt van, nou ja goed, ik heb een verschrikkelijke hekel aan mijn aanstaande ex, vrouw, man. Maar goed, dan maken we dat verplichte nummertje 3 keer bij de mediator. Dan komen we er ook niet uit en dan. Waar komt die 3 keer vandaan? Ja, deze denk ik. Maar er moet een reden zijn waarom de overheid dat doet, toch? Ze zeggen er is onderzoek geweest, maar goed, dat zeggen ze ook bij wasmiddelen. Daar heb ik ook niet altijd alle vertrouwen in. En daaruit is dan uitgekomen dat dit ontzettend goed zou werken. Nou, ik vraag hem af. Het getal van 3 lijkt me uit de duim gezogen, maar ook de gedachte dat het echt werkt. Want ik denk van, ja goed, wat moet die man doen, zo'n mediator? Hij heeft geen bevoegdheden die hij feitelijk kan afdwingen. Dus wordt het niks, de afspraken die hij dan heel mooi bij hem op het bankje maakt, dan moet je toch weer naar de rechter toe. Ik kan me voorstellen dat mensen denken van, nou ja, die 3 verplichte sessies, die zit ik ook wel uit. Wat is de sanctie erop als je het niet doet? Moet je dan, blijf je nou getrouwd of zoiets? Of is me ook niet helemaal helder? Dat is wel een hele zware sanctie, hè? De ultieme sanctie is dat. Nou, en ja, vaak zie je ook dat de problemen in een latere fase ontstaan. Hè? Dat je in het begin nog denkt van, oh, ik ben blij dat ik van het mens af ben. En ik wil een afspraak maken over de omgang met de kinderen. Maar dan kom je bijvoorbeeld als vent 1 minuut te laat. Staat je ex natuurlijk helemaal in vuur en vlam van, hij was 1 minuut te laat. Of dat kind dat staat 1 minuut te laat op de stoep geparkeerd, waardoor vader zich opvreet. Dus ja, als je niet redelijk bent van beide kanten, dan zijn er altijd wel weer ook in de Het verdere verloop van de afspraken zijn er altijd weer momenten waarop je weer in oorlog met elkaar kunt geraken. En als je een kind van 2 hebt, dan zul je toch wel, denk ik, gauw 1 jaar of 16 met elkaar de afspraken moeten kunnen maken. Ja, dat is veel gevraagd bij onredelijke mensen. Dus ik zie er helemaal niks in. Duidelijk. Dankjewel, Robert.